al iets meer dan 20 jaar als consultant in supply chain. En ik ga nu, ik heb ongeveer 40 minuten denk ik, om te spreken over supply chain resilience. Mijn ambitie met deze presentatie is dat jullie straks buiten gaan en zeggen, ja, eigenlijk, supply chain resilience is eigenlijk common sense. Ja. Ik denk dat er veel gezegd en geschreven is in de laatste jaren, het laatste jaar, over resilience in allerhande contexten. Ik denk dat veel bedrijven, consultants, softwarebedrijven en anderen resilience gebruikt hebben als een argument. Wat ik hoop te bereiken nu is eigenlijk duidelijk maken van resilience, wat betekent dat nu, wat is het? Ja. Wat zijn de typische technieken die je kan gebruiken om een supply chain meer resilient te maken? Ja. En hoe zou je daar dan eigenlijk kunnen mee beginnen? Ja. Dat alles vanuit het idee dat het eigenlijk ook pragmatisch en eenvoudig kan. Ja. Uiteraard gaan sommige dingen eenvoudiger zijn in sommige omgevingen dan in andere. Maar ik ben ervan overtuigd dat met voldoende wil elke supply chain een pak resilienter zou kunnen zijn. Om te beginnen, wat is supply chain resilience? Laten we proberen misschien om het gewoon eens goed te definiëren. Voor mij, wat betekent supply chain resilience? Resilientie van een supply chain beschrijft hoe een supply chain reageert op evenementen. Ja? Hoe goed een supply chain kan recupereren van een verstoring. Ja? Om het eventjes te tekenen en grafisch te maken. Ja? Stel, je mag mijn verticale as is een performantie. Je mag zelf kiezen. Dat kan de financiële performantie van mijn supply chain zijn, dat zou service level kunnen zijn, kies maar iets. Ja? Performantie. Ik functioneer op een aanvaardbaar niveau van performantie en dan gebeurt er iets. Ja? Er gebeurt een verstorend element, ja? Er gebeurt iets in mijn omgeving dat mijn performantie verstoort. Ja? Je mag zelf één bedenken, ik ga ze niet allemaal opnieuw opnoemen, ik denk dat er voldoende recente evenementen geweest zijn om er één te bedenken dat onze supply chain verstoort. En wat gebeurt met onze performantie? Die performantie zakt. Ja. Dan begint iedereen heel hard te werken. Ja. En geleidelijk aan komt onze performantie terug min of meer op hetzelfde niveau. Ja. Dat is wat er gebeurt. Ja. Hoe kunnen we nu resilientie gaan meten? Ja. Kwantificeren? Eigenlijk kunnen we de resilientie gaan kwantificeren door te gaan kijken naar de diepte van de impact. Ja, op het diepste punt van de crisis, hoeveel is onze performantie lager dan normaal? Ja, eerste element. Tweede element van resilientie is, hoe lang heb ik nodig om terug te komen op een normale performantie? Ja, en potentieel, het is nog eentje, potentieel blijft er een lange termijn impact of niet? En die drie dingen maken duidelijk of mijn supply chain resilient is, of wat ik fragiel is gaan noemen. Ik ga nu het verschil maken tussen fragiliteit en resilientie. Anderen gaan dit kwetsbaarheid noemen, kies maar iets. Dus resiliente systemen, resiliente supply chains, zijn systemen die minder geïmpacteerd worden door verstoringen dan anderen en sneller recupereren. Ja? Dat is resilientie. Ja? Zij die al langer meedraaien gaan zeggen, ja maar, dit is eigenlijk precies hetzelfde als wat er gezegd werd over risicobeheer, risk management. Ja? Als we naar risk management kijken, gaan we ook vaak kijken naar depth of impact, time to recover. Ja? Naar mijn gevoel is het verschil dat een resiliente supply chain eigenlijk gemaakt is om in staat te zijn om verschillende, minder harde verstoringen toch beter te gaan absorberen. Ja? Om maar dit voorbeeld te geven, ja? Als we een resiliente supply chain hebben die weinig verstoord wordt en snel recupereert, ja? Dan is die supply chain al terug op een nominale functionering. Of heeft meer kans om al op een nominale functionering te zijn, eens de volgende verstoring komt. Een fragiele supply chain
is nog aan het recupereren van de eerste schok als de tweede schok komt. Ja? Waardoor je tot een veel lagere performantie over een veel langere tijd komt. Mijn resilient systeem recupereert, krijgt de volgende schok, recupereert, krijgt de volgende schok. Ja? We zijn nog steeds verstoord, maar telkens een beetje. Mijn fragiel systeem komt gewoon nooit terug. Ja? Dat is voor mij de definitie. Resilientie, hoe hard, hoe diep word ik verstoord en hoe snel kan ik recupereren. Dat is voor mij de definitie. 1. 2. Hoe kunnen we nu die resilientie gaan verbeteren? Ja? Ik heb 1 slide gemaakt met 3 elementen die voor mij aangeven waarom onze supply chains van vandaag zoveel fragieler zijn dan onze supply chains van vroeger. Los van de VUCA world, ja, daar ga ik het eventjes niet over hebben, maar die supply chains zijn uit zichzelf fragieler. Ja. Waarom? Volgens mij om 3 redenen. Ten eerste, supply chains zijn geleidelijk aan complexer geworden. Ja. Waar lokale, eenvoudige supply chains met lokale leveranciers en zeer eenvoudige flows zijn makkelijk te begrijpen. Je weet wat inputs zijn, je weet wat outputs zijn, we kennen allemaal de relaties tussen oorzaak en gevolg. In een complexe supply chain, de supply chain van vandaag, hangt alles van alles af. Ja? Iedereen hangt op een of andere manier aan elkaar. Ja? Wat het heel erg moeilijk maakt voor mensen binnen organisaties, binnen bedrijven, om de relatie tussen oorzaak en gevolg te voorspellen. Ja? Waardoor we verrast worden door dingen die ons eigenlijk niet zouden moeten verrassen. Ja? De aha-erlevenis is er telkens weer. Dat is 1. 2 is de niet-lineariteit van onze supply chains. Ja? We zien dat kleine effecten, als ze voorvallen op het foute moment, op de foute plaats, een buitensporig effect kunnen hebben. In een lineair systeem gaan kleine verstoringen leiden tot kleine gevolgen en grote verstoringen tot grote gevolgen. Vandaag kan een klein fenomeen leiden tot een enorme verstoring. Dat maakt het opnieuw voor supply chain functies en voor bedrijven heel erg moeilijk om te voorspellen wat er gebeurt. Want je moet eigenlijk rekening houden met allerhande kleine dingen. En dan kunnen we zeggen, als we die beter zouden kunnen voorspellen, dat kunnen we niet. Ja? Dus beter forecasten is geen antwoord. Ja? Juist door die niet-lineariteit, onmogelijk. Het laatste is rigiditeit. Ja? Supply chains zijn jaar op jaar doorgeoptimaliseerd. En dan wil ik het nog niet hebben over lean-technieken, maar puur over optimalisatie. Ja? Optimalisatie is vaak naar een punt. Ik optimaliseer op een punt. Ja? Op een bepaalde situatie. Maar het gevolg daarvan is dat als ik afwijk van dat punt, ja, mijn systeem niet meer kan aanpassen. Ja. Het zijn 3 redenen die leiden tot die fameuze fragiliteit. Iets gaat fout, ik kan het niet voorspellen. Het kan eender waar zijn, ver buiten mijn normaal domein van controle. Het is kapot. Ja. Maar wat kunnen we daar nu aan doen? Ik heb mijn oplossingen op 3 niveaus bepaald, gewoon om het makkelijk te maken. Het eerste niveau is wat ik ga noemen infrastructuur. Infrastructuur is alles wat we doen aan onze fysieke organisatie van de supply chain. Ja. En ik heb geprobeerd om het vast te hangen aan dingen die we kennen uit de techniek, ja, of uit de natuur. Want eigenlijk is de natuur, is onze wereld, een extreem resilient systeem. Ja. Ook in de techniek kennen we een hoop resilientieverhogende technieken. En die ga ik gebruiken en toepassen op de supply chain. De eerste techniek is wat ik ga noemen waterdichte deuren. Ja, je mag het ook branddeuren noemen als je liever in architectuur denkt. Wat is de logica van een branddeur of van een waterdichte deur in een schip? Dat is, je zorgt ervoor dat als er brand uitbreekt in 1 deel van je gebouw, dat die brand zich niet kan propageren naar het hele gebouw. Je zorgt dat je een probleem kan isoleren op 1 plaats en de rest van het systeem kan vrijwaren van de verstoring. Een waterdichte deur in een schip of een waterdicht schot in een schip doet net hetzelfde. Er is een gat, er komt water binnen, maar door mijn waterdichte deuren zorg ik ervoor dat de rest van het schip rustig blijft drijven.
Past dit toe op onze supply chain? Dan is de vraag, hebben onze supply chain, of heeft onze supply chain, branddeuren? Ja? Als het fout gaat, kunnen we dan de deuren sluiten en delen van onze supply chain isoleren van de rest? Ja? Of zijn er plaatsen waar, als er brand optreedt, onze volledige supply chain in de vlammen opgaat? Ja? En dan is de oplossing, of het systeem van oplossing is, hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat onze supply chain kan geïsoleerd worden? Ik zeg niet dat die continu moet geïsoleerd worden, uiteraard, maar kan geïsoleerd worden. Ja? Oplossingen zijn meer lokale of regionale supply chains of de capaciteit om supply chains ook lokaal of regionaal te laten opereren. Ja? Tijdelijk of voor altijd, maar op zo'n manier dat we in staat zijn om, als er ergens een probleem optreedt, dat deel van het probleem af te sluiten van de rest en de rest te laten functioneren alsof dat deel niet bestaat. Ja? Lokale regionale supply chains, ook nearshoring, zou hier een oplossing zijn. Ja? Dus technieken die ons in staat stellen om ons af te sluiten van wat er bijvoorbeeld in een ander continent gebeurt. Ja? Als we zien dat er iets fout gaat, sluiten we de deuren en isoleren we het gezonde deel van het systeem. Techniek 1. Techniek 2 is alle limiet nog makkelijker. Ja? Dat zijn veiligheidskleppen. Ja? Wat doet een veiligheidsklep in een systeem? Ja, je mag dan zelf de link zoeken met mijn hagedis. Wat doet een veiligheidsklep in het systeem? Als het systeem onder te veel druk komt, gaat de veiligheidsklep open, ja, en blijft het systeem beveiligd. Ja? Mijn hagedis laat zijn staart los en overleeft de aanval. Ja? Dus de vraag, kan onze supply chain, zijn onze supply chains ingericht om hun staart los te laten? Ja? Met andere woorden, een gecontroleerd deel van de supply chain op te offeren om de rest te vrijwaren. Ja? Dat vereist segmentatie. Ja? Dit bedenk je niet op het moment zelf. Ja, eigenlijk moet je op voorhand weten welke delen van mijn supply chain ga ik opofferen en welke delen van mijn supply chain zijn zo kritisch dat ik ze wil vrijwaren. Met andere woorden, gebruik de C's om de A's te beschermen. Ja, vaak als we segmenteren, focus op de A's. Vanuit resilientie focussen we op de C's. Wie zijn die klanten, wie zijn die producten, wie zijn die markten die we gaan opgeven om onze meest belangrijke klanten, producten, segmenten te vrijwaren. Ja? Dat is de veiligheidsklep. Wat gaan we opofferen? Ja? Resiliënte systemen in de natuur offeren altijd iets op. 3. Redundantie. Ja? Ik ga de link leggen met mijn vliegtuig. Sommigen, de technicen onder jullie, weten het zeker. Ja? In een vliegtuig zijn er voor de vluchtkritische functies altijd verschillende toestellen aanwezig. Ja? Heel vaak 3. Heel vaak toestellen die dezelfde functie uitoefenen op basis van een verschillende techniek. Waarom? Omdat als één van de systemen uitvalt, dat dan de andere systemen kunnen overnemen. Als die systemen gebaseerd zijn op een andere techniek, dan zijn ze nog onafhankelijker van elkaar. Redundantie betekent, ik heb verschillende delen, verschillende leveranciers, verschillende machines, verschillende klantensegmenten die elkaars functie kunnen overnemen. Ja? En dus komt het er eigenlijk op neer, als we heel erg resilient willen zijn, om op alle niveaus van onze supply chain te denken over wat ik hier nu maar multisourcing genoemd heb. Ja? Wat is de redundantie in mijn systeem? Hoeveel machines heb ik die dezelfde operatie kunnen uitvoeren? Ja? Op hoeveel locaties in de wereld staan die? Ja? Hoeveel leveranciers heb ik die hetzelfde product kunnen leveren? Ja? Op hoeveel verschillende locaties zitten die? Ja? Hoeveel klanten of klantensegmenten heb ik? Ja? En hoe onafhankelijk zijn die van elkaar? Als ik op elk van deze vragen kan antwoorden, verschillende
en ze kunnen het van elkaar overnemen, dan heb ik een resilient systeem. Als ik merk dat over mijn hele supply chain ik afhankelijk ben van single suppliers of van suppliers die allemaal in één land zich bevinden. Ja? Als ik voor grote stukken van mijn productie afhankelijk ben van één machine die er uiteraard op één plaats staat of van één type klant, dan ben ik fragiel. Dan is het veel sneller kapot. Ja? Multisourcing. Een voorwaarde voor multisourcing is harmonisering. Ja? Het is heel erg moeilijk om te gaan multisourcen als elk product, elk land, elke klant verschillend is. Ja? Dus harmonisering is de voorwaarde voor die multisourcing. Eens ik geharmoniseerd heb, kan ik veel makkelijker verschillende bronnen, verschillende resources voorzien voor dezelfde activiteit. Dat is het einde van het... Nee, ik heb nog eentje voor infrastructuur. Dat is de laatste. Dat is de makkelijkste, maar ook vaak de meest kostelijke op termijn. Dat is buffers voorzien. Ja? Buffers voorzien is eigenlijk het isoleren van het systeem, maar dan tijdelijk, ja, ofwel door voorraadbuffers, ofwel door capaciteitsbuffers, ofwel door cashbuffers uiteraard. Ja? Als we geen buffers hebben, dan zijn we uiteraard nog fragieler. Ja? Maar een voorraadbuffer helpt ons maar tot op een bepaald punt. Ja? Als hij op is, is hij op. Infrastructuur. 2. Processen en tools. Ja? Er zijn dingen die we kunnen doen op de infrastructuur, ja? Maar er zijn ook dingen die we kunnen doen aan de softe kant van onze supply chain. Ja? De manier waarop we onze processen inrichten, de tools die we gebruiken. Ja? Daar is uiteraard het eerste aspect, en daar is heel erg veel over gezegd en geschreven, visibiliteit. Ja? Hoe meer visibiliteit we hebben, ja? Hoe sneller we kunnen reageren. Ja, het hele stuk processen en tools gaat gaan over snelheid van reactie. Ja, hoe sneller je reageert, hoe minder tijd je nodig hebt om te recupereren. Ja, visibiliteit. Veel dingen die gezegd zijn over visibiliteit gaan over dynamische visibiliteit. Ja, real-time data, dat soort zaken. Ja, dat is allemaal waar, hè. Ik ga het straks ook bevestigen. Maar voor we daar zijn, is er een veel makkelijkere stap. Dat is de statische visibiliteit. Ja. Ken het speelveld. Ken de value chain. En de value chain gaat veel verder dan wat er binnen de grenzen van mijn eigen bedrijf gebeurt. Maar wat gebeurt er stroomopwaarts? Wat zijn de leveranciers? Wat zijn de leveranciers van mijn leveranciers? Welke flexibiliteit hebben die? Welke reactiesnelheid hebben die? Hoeveel buffer hebben die? Hoe fragiel zijn die? Het kennen van de volledige waardeketen, zelfs gewoon statisch, zonder real-time data, gewoon de logica helpt al om te begrijpen hoe een systeem fragiel is. Ik kan de kwetsbaarheden al identificeren. En eens je de statische waardeketen kent, ja, dan kan je natuurlijk gaan dynamische kennis gaan toevoegen. Data gaan toevoegen. Dat helpt je om nog sneller te reageren. Maar als je die statische kennis niet hebt, die eigenlijk veel makkelijker is en weinig investering vraagt, vooral veel nieuwsgierigheid eigenlijk, en een beetje tijd, heeft die dynamische kennis niet zo heel erg veel zin. Met als basisregel nog uiteraard, kijk verder. De grenzen van je eigen bedrijf zijn niet voldoende. De grootste gevoeligheden, de grootste fragiliteiten liggen vermoedelijk buiten de grenzen van je eigen bedrijf. Dus ga ook stroomafwaarts kijken, ga ook stroomopwaarts kijken. Zodat je die keten veel beter gaat begrijpen. Met zijn dynamiek, met zijn constraints, met zijn flexibiliteit en met zijn kwetsbaarheid. Visibiliteit. 2. Beslissingsprocessen. Beslissingsprocessen gaan over snel kunnen beslissen. Want uiteraard, als je geen informatie hebt, dan kan je ook niet beslissen, dan heb je paniek. Maar met alle informatie die je kan hebben, als je geen efficiënte manier hebt om te beslissen, kom je ook nergens. Dus zorg voor goede, efficiënte beslissingsprocessen. En goede, efficiënte beslissingsprocessen moeten goed gedesigned zijn, maar moeten ook vaak en regelmatig gebruikt worden. Routine. Als een proces goed in ons bedrijf ingebakken is,
Ja, en dan kan je over sales and operations planning denken. Bijvoorbeeld, het ging er in zaal 1 denk ik de hele dag over. Een geroutineerd, goed ingebakken S&OP-proces kan in deze fase van heel veel waarde zijn. Ik heb informatie, ik heb een probleem en ik ken die routine. Iedereen weet precies, zo werkt dit proces. Als je in een crisissituatie het beslissingsproces nog moet ontdekken, nog moet ontwikkelen, verlies je ongelooflijk veel waardevolle tijd. Dus een goed en snel beslissingsproces is hier heel belangrijk. Daar komt bij voorbereiding. En voor mij gaat voorbereiding over scenario's. Voor mij is dit een van de meest cruciale punten in het stuk processen. Kan ik tot predictable surprises komen? Nee. Als wij plannen op middellange of lange termijn in supply chains, dan zie ik nog heel veel organisaties die plannen op één nummer, op één cijfer, op één hypothese. En die alles bouwen op basis van één hypothese. En voorbijgaan aan de inherente onzekerheid die er in onze wereld is. De vraag is onzeker. Dan kunnen we van alles zeggen over forecast, uncertainty enzovoort. Maak die expliciet. Wat is de minimum en wat is de maximum veronderstelling? Maar ook in de rest van onze supply chain zijn er onzekerheden. Wat is onze best case capaciteit? Wat is onze worst case capaciteit? Wat is de best case capaciteit van onze suppliers? Worst case, wat kan er fout gaan? En op basis daarvan, als we die scenario's expliciet maken, dan kunnen we ons voorbereiden. Dan kunnen we al denken, als dit gebeurt, wat gaan we dan doen? In een van de boeken die gaan over scenario denken, noemt men dit het boek van Derek Gosselin en ik vind zijn voornaam niet, in Tindemans, ik wil het nadien wel opzoeken, noemen ze dit Memories of the Future. De souvenir du futur. Zeggen. Zelfs als een scenario zich niet realiseert, het helpt ons om ideeën te hebben hoe we zouden kunnen reageren als er zich iets voordoet. En dus het creëren van die scenario's helpt ons om voorbereid te zijn. Daarover gaat het. En dan begint het uiteraard met wat ik dan noem predictable surprises. De voorspelbare verrassing. Er zijn een hoop onzekerheden, dingen die gebeuren in onze supply chains, waar er iemand van is... Ik had het voorspeld dat het ging gebeuren. Ik wist het. Wel, als je het wist, waarom heb je er dan geen plan voor? Dat zijn de predictable surprises. Scenario's. En er is een laatste aspect aan. Dat is weak signals. Weak signals is een hele moeilijke. Ik ga hem nu gewoon eventjes skippen met jullie goed vinden. Dit gaat over ook als je in scenario's denkt, of als je in scenario's denkt... Kijk ook naar de dingen die er al gebeuren en die je eigenlijk zou kunnen meenemen in scenario's. Die eerste indicaties dat er misschien iets aan het gebeuren is en dat we daar misschien toch een keer moeten over nadenken. Maar zo gemakkelijk laten we, als we aan het nadenken zijn over supply chains, negeren we de zwakke signalen. Dat zal wel niet gebeuren. Die kans is veel te klein om rekening mee te houden. Een scenario meer bedenken is meestal geen slechte zaak. 3. Competenties, capabilities. Zowel van teams als van mensen. Resilientie, scenario denken, werken in een onzekere wereld, vereisen volgens mij een aantal andere competenties. Een aantal nieuwe competenties. 2 zijn evident. De eerste is dan misschien iets minder. Daarom ga ik ermee beginnen. Dat is wat ik noem onzekerheidsdenken. Onzekerheidsdenken, ik heb hier mijn Google voorbeeldje. Als je gewoon naar Google Maps gaat en je zegt, ik wil naar, waar is het? Ja, dit is van het Meubieskantoor in Sint-Maartenslaten naar het Meubieskantoor in Brussel. En je vult dat in, dan zegt Google, daar ga je 1 uur en 3 minuten op rijden. Als je aan Google vraagt, ja, maar ik ga dat doen op 27 september om 8:30 uur, dan zegt Google... Reken tussen 50 minuten en 1 uur en 15. Dat is onzekerheidsdenken.
Eigenlijk zouden we moeten leren om van zodra ons gevraagd wordt om een voorspelling te maken over iets, om altijd te antwoorden met tussen en. Ja? Want je kan niet correct voorspellen. Ja? Niemand kan correct voorspellen. Dus zouden we moeten leren om dat ook niet te doen. Tussen en. Wat maakt dat we denken in ranges, ja? Denken in zones, mogelijke zones, en ons dus voorbereiden op beide gevallen. Ja? Als ik denk, het is een uur rijden naar Brussel, ja? En ik vertrek een uur op voorhand, dan is er een significante kans dat ik een kwartier te laat ben. Ja? Misschien vind ik dat niet erg, ja? Want dan heb ik eigenlijk toch geen afspraak in Brussel. Ja? Dus ik ga rekenen op een uur. Ja? Als ik weet, het is tussen 50 minuten en een uur en een kwartier, kan ik bewust de keuze maken om 50 minuten op voorhand te vertrekken. Of anderhalf uur. Ja? Want ik heb een superbelangrijke meeting met een klant. Dus ik ga zelfs zekerheid nemen bovenop mijn worst case scenario. Ja? Maar dat kan ik enkel als ik het worst case scenario ken. Ja? En dat is, als we resilient willen worden, een van de dingen die we zouden moeten leren. Ja? Denken in ranges. Wat is best case, wat is worst case? En dan kies ik het risico dat ik zelf wil nemen. 1. 2 gaat over problem solving. Ja? Ik denk dat we zien dat sommige bedrijven, sommige teams, veel beter zijn in problem solving dan anderen. Ja? Er treedt een probleem op. Sommigen gaan in paniek, weten niet wat doen. Ja? Anderen kennen de technieken. Ze weten, ik heb een probleem, ik ga root causes zoeken, ik ga oplossingen bedenken, ik ga experimenteren. En op die manier vinden ze veel sneller een oplossing. Ja? Als je een resiliente supply chain wil, dan zou je eigenlijk willen dat iedereen in die organisatie, zowel individueel als in team, in staat is om die problem solving op een goede, gedegen manier op te nemen. De enige manier om dat te bereiken, is oefenen. Ja? Oefenen. Practice makes perfect. Is continu die problem solving toepassen in alle teams. Ja? Zodat iedereen die problem solving technieken kent, begrijpt, en dus als er een groot probleem optreedt, ook ineens de technieken heeft om daarmee om te gaan. Ja? Wordt het probleem daar kleiner door? Nee. Maar we gaan op zijn minst veel sneller tot een oplossing komen. Ja? Teams die daar goed in zijn, gaan veel sneller vooruit gaan dan teams die dan nog moeten ontdekken hoe je problem solving doet. Ja? En het laatste natuurlijk is fouten en problemen als leeropportuniteiten beschouwen. 1. No blame. Een lerende organisatie, no blame. Van zodra mensen afgestraft worden voor fouten, gaat het leereffect verloren. 2. 5K why, not 5 times who. Ja? Wat is er fout gegaan? Wat is de oorzaak daarvan? Wat kunnen we daaraan doen? Dingen als, ah ja, het is weer dingske die zijn werk niet gedaan heeft. Nee. Wat is de oorzaak? Ja? Waar zit het probleem in ons proces? Formele leerroutines. Ja? Telkens weer, wat hebben we geleerd? Ja? Organisaties die leren uit fouten, zijn veel beter in staat om zich aan te passen aan de nieuwe context. Organisaties die dat niet kunnen, ja, verliezen gewoon heel veel capaciteit om te leren en dus sterker te worden. En dat brengt mij tot mijn samenvatting van dit stukje. Infrastructuur, nearshoring, dus isoleren, ja, delen isoleren. Nearshoring, local regional supply chains. Redundantie, multisourcing en harmonisering. Ja. Buffers, ja. Dat maakt het verschil. Ja. Processen, visibiliteit, ja. Doe gerust dynamische visibiliteit, maar begin met statische visibiliteit. Ja. Beslissingsroutines, weak signals en scenario management. Scenario management, ik ga het straks nog een keer zeggen. Ja. Scenario management, nu nog een keer, voilà. En dan competenties. Ja. Uncertainty thinking, problem solving, capaciteit om te leren. Nu concreet. Ja. Als ik zou moeten kiezen uit heel deze set van verbeteringen, waar zou ik beginnen? Ja. Ik zou beginnen met visibiliteit, statische visibiliteit. Zorg dat je die waardeketen door en door kent. Ja. Je kunt daar een value stream map van maken, waarom niet? Ja.
Maar het gaat hem niet over de techniek, het gaat hem over het begrip. Hè? Waar zitten die bottlenecks? Waar zit die lead time? Waar zit de complexiteit? Waar zit de flexibiliteit? Waar zit de onzekerheid? Hè? Niet alleen binnen mijn eigen bedrijf, maar minstens 2 rangen stroomopwaarts, 2 rangen stroomafwaarts. In de veronderstelling dat er 2 rangen tussen uzelf en de eindklant zitten, uiteraard. Dat is het eerste. Statische visibiliteit. Heb je niet veel data voor nodig, veel, wat tijd en veel nieuwsgierigheid. Huh? En een techniek om dat te mappen. Huh? Dat is 1. 2. Scenario's. Maak geen lange termijn plan zonder scenario's. Huh? Wat is de onzekerheid? Begin met min-max inschattingen. Maak het niet te moeilijk. Huh? Wat is best case? Wat is worst case? Huh? Zo moeilijk is het. Ik heb zelf in de COVID-periode ontdekt dat het voor veel mensen, ook in ons eigen bedrijf, veel makkelijker was om best case, worst case in te schatten dan om most likely case in te schatten. Huh? Best case, worst case was bijna iedereen het over eens. Huh? Maar die most likely case, daar lagen de meningen heel ver uit elkaar. Huh? Best case, worst case. Huh? Door die onzekerheid zichtbaar te maken, creëer je een business case voor de moeilijkere dingen die volgen. Zolang je die onzekerheid niet ziet, wordt het moeilijk om te zeggen, en als we nu eens multisourcing zouden doen, hè? Dat is een slechte business case. Hè? Eerst die onzekerheid zichtbaar maken. Hè? Dan segmenteren. Hè? Safety valves. Waarom eerst segmenteren? Omdat dit een extreem goedkope manier is om je resilientie te verhogen. Ja? Je moet niks doen, hè? Je moet gewoon daarover nadenken, een keer een goed model maken, goed segmenteren, en als het fout gaat, weet je wie je opoffert. Ja? Dat is geen investering, geen grote kost. Goed nadenken. Ja? En dan buffers. Ja? De volgende zal resilientie zijn, denk ik. Maar waarom eerst buffers? Ja? Opnieuw, buffers is nog een betrekkelijk makkelijke. Ja? Je hoeft niet heel veel analyses te doen om te weten waar je buffers nodig hebt. Ja? Kies de juiste, kies de meest kritische punten. Zorg dat je de prioriteitssegmenten eerst beschermt. Denk zowel in tijd als in impact. Ja? Want buffers is, hoe lang wil ik het kunnen uithouden? Ja? En eens we dat hebben, kunnen we beginnen denken over harmonisering en redundantie. Ja? Maar dit is de moeilijkste, uiteraard. Ja? Bijkomende leveranciers, diversificatie enzovoort, is een moeilijke zaak. We kunnen heel veel doen op voorhand, maar op een bepaald moment gaan we hier moeten komen. Harmoniseren eerst, dan zoeken naar redundantie, en dan lokaliseren of regionaliseren. Dat is dan zelf te kiezen. En dat brengt mij dus tot het einde, wat mij nog 5 minuten geeft voor eventuele vragen. Infrastructuur, de hardware, de architectuur van mijn supply chain, processen en tools, snelheid van beslissen, scenario's dus, hè. En capabilities. Ja. Laatste dingetje, de bovenste ding moet je niet lezen. Als je nog verder wil gaan dan resilientie, dan kan je denken over antifragiliteit. Antifragiliteit is een super interessant idee en dan moet je het boek lezen van deze meneer, Nassim Taleb, die dat heel erg fijn beschreven heeft. Hij is ook de auteur van The Black Swan. Ja, het boek dat de naam gegeven is die iedereen nu kent. The Black Swan is een super boek, maar niet heel erg hoopgevend. Ja. Antifragility is veel hoopgevender, dus ik zou Antifragility lezen. Ja. Dank u wel.